Vier jaar lang is er aan de nieuwe operatierobot van de TU in Eindhoven gewerkt. Nu is hij nog steeds niet helemaal af, maar wel bijna. Deze robot is dan wel niet de eerste in de operatiekamers, maar hij is wel heel bijzonder. Hij is kleiner dan de andere robots en de chirurg kan voelen wat hij doet. Linda van den Bedem is de bedenker van de robot en ze is op het ontwerp gepromoveerd. Ik heb een ontwerpopdracht gedaan bij mijn co-promotor. En ik wilde na die ontwerpopdracht voor mijn afstuderen heel graag nog verder leren in het ontwerpen. En iets maatschappelijk verantwoord, want ik dacht, daar kan ik me goed voor motiveren. En toen had mijn promotor Maart Steinboeg daar een goed idee voor. En die zei, wat denk je van een operatierobot om te willen krachtterugkoppeling integreren? En daar hebben we wel een goed ontwerp bij nodig. Dus daar heb ik me aan gewaagd. De robot zorgt ervoor dat het precisiewerk van chirurgen nog nauwkeuriger wordt. Linda moest daarvoor echte operaties bijwonen en heel veel schetsen van de robot maken. Nu is hij dan eindelijk gebouwd en Linda van den Bedem is dan ook best wel een beetje trots. Het beweegt, dat is leuk, dat is supercool. En helemaal als er dan ook nog mensen langskomen en die zijn er, of chirurgen langskomen en die zeggen ook, nou, dat is interessant, dat is leuk. Ja, daar doe je het voor. Het duurt nog wel even voordat hij echt in de operatiekamers te vinden is. De onderzoekster hoopt dat de operatierobot over 5 jaar in gebruik kan worden genomen.